kun je de wereld beter maken door te gamen? Dit is de Universiteit van Nederland. Kun je de betere wereld maken door te gamen? Ik denk van wel. En met mij denken veel wetenschappers van wel. Maar daar zullen we toch eerst over moeten hebben, wat betekent dat nu eigenlijk? Wat bedoel je met die vraag? Dus wat is beter? Nou, daar kunnen we het eens even over hebben. Dat zou betekenen dat je bijvoorbeeld als scholier zou kunnen leren, bijvoorbeeld, door te ontdekken. Door te doen en door te doen dan ook na te denken over wat je wil. Problem-based learning. Dat zou als patiënten kunnen zijn omdat je bijvoorbeeld therapietrouw wil hebben of meer over je ziekte wil weten in de vorm van een spel samen met je medepatiënten. Dat zou kunnen zijn omdat je denkt over een circulaire economie. Omdat je nadenkt over een circulaire economie en daar zelf de heft in aan eigen hand wil nemen en bijvoorbeeld je eigen tuintjes groente wil gaan verbouwen en dat in de vorm van een spel wil uitproberen. Dat zou kunnen zijn omdat je wil beslissen over je eigen wijk, hoe de richtingen van het verkeer zou moeten doen, dat het zou willen uitproberen. Met andere woorden, games zijn veilige omgevingen waar je dingen kan uitproberen, visualiseren en met intelligentie tot scenario's kan uitbouwen. Dat is een beetje wat ik bedoel met beter. Maar wat vindt u? Wat, even de handopsteking, wat denkt u? Wordt de wereld beter door te gamen of niet? Wie denkt van ja? Ja, eigenlijk is dat beter dan verwacht. Laten we eens even kijken, wat is die cultuur van gamen nou? Dit eerste plaatje, dat kent u wel. Dat is het negatieve plaatje. Het plaatje van, weggedoken in de computer. Hè, we kennen ze allemaal, de nerds, op de zolderkamer. 6, 7, 8, 9 uur achter elkaar. Misschien wel langer. Verslaving. En de contacten gaan allemaal via het scherm. Dat is iets wat we vaak als negatief bestempelen. Maar laat ik ook eens even een opname laten zien van deze opname. En dat is CineKid Festival, waarbij een aantal kinderen voor een applicatie staan van Thomas Watson. Kijk eens hoe mooi dit is. Het is veel meer open, het is in een reële omgeving. Kinderen worden hier uitgedaagd met elkaar in een fantasiewereld te delen. En wat je ziet is eigenlijk die kwaliteit die vroeger in het buitenspelen ook zat, samen doen. Iets wat je leuk vindt, in dit geval dansen voor deze meiden. En die vinden dat ook echt. En je ziet ook dat er een publiek omheen komt en dat de magic circle die hier gevoerd wordt, dat die heel makkelijk is over te gaan. Je kan erin, je kan eruit. Het is een prachtige, mooie omgeving. Nou, dat is eigenlijk de eerste ronde. En om dat beter te begrijpen, zullen we eens even naar de geschiedenis van gaming kijken. Nou, de eerste games die we kenden was eigenlijk al in 1969 Pong. En wie heeft het niet gespeeld? Het spelletje op de televisie met van die knoppen en dergelijke. En dit was Ralph Beer tegen Harrison. Ralph Beer is nog niet zo lang overleden. Ik geloof dat Harrison won. Maar de opdracht was, doe eens iets met dat kastje waar we alleen maar naar staren. En dat is wel belangrijk, hè? Want daar is de eerste stap. Game is een werkwoord. Het is niet zomaar een medium waarin je informatie krijgt, maar het is een medium waarmee je iets kan doen, waarmee je dingen kan interpreteren. Dat is een kwaliteit, maar dit is nog ver van een game. Hè? Kan je er een rol spelen? Is er een level en dergelijke? Nee, dat is het allemaal nog niet. Als we dan een volgende stap nemen, dan komen we bij bijvoorbeeld Donkey Kong in 1981. Ik ga heel snel, maar dat is wat we noemen een platformer. En wat is een platformer? Ik spring, u kent het wel van de ene niveau naar het andere niveau. En er zijn allemaal levels en dat zogenaamde scaffolding, getrapt leren. Ik kan beter, it's fun to compete. Ik ga nog een keer opnieuw beginnen, net zolang dat ik het beter kan. Maar wat mooier is, er zit een verhaal in. Jumpman hier, onderin ergens, die moet zijn prinses daarboven redden van Donkey Kong. En dan gaat hij door dungeons en kastelen en dan gaat hij door diepe wateren heen en dergelijke. En dat is rolspel. En daarmee kan je identificeren. En dat is mooi, hè? Dus Mario, wat hier later ook in voorkomt, Super Mario, is daarmee een role-playing game. En het is erg belangrijk, door in de huid te kruipen van Mario, weet je hoe het is om in dit geval een loodgieter te zijn. Hè? Mario was een simpele loodgieter, maar hij zat in spellen met heel veel andere collegaatjes en die konden allemaal verschillende dingen doen. De een kon goed springen, de ander goed kon kuilen graven en de volgende kon goed driften en met elkaar bouwden ze samen het verhaal op. Dus je ziet hier eigenlijk de eerste rolspel. En het is ook zo dat je dit niet zomaar uitspeelde. Hier moet je voor terugkomen, hier moet je met elkaar spelen. Gaan we nog een stapje verder. En dan komen we aan op World of Warcraft. Een van de populairste wat je noemt MORFs. Massive Online Role-Playing Games. 12 miljoen subscriptions, oneindig groot, wat je niet zomaar meer uitspeelt. Maar wat veel belangrijk is, hier komt sociale afhankelijkheid voor. Hier moet je allemaal een deel
een rol nemen, bijvoorbeeld een healer, een dealer of een tank, om een strategie te bedenken om die monster te verslaan. Net zoals in het spel wat je misschien buiten speelt, zie je hier dat deze mensen, en dat vergissen zich heel veel ouderen vooral in, die denken dat deze wereld solitair is. Deze wereld is absoluut niet solitair. De bonds die geschapen worden in deze wereld, die zijn enorm groot en die dragen ook tot buiten de gamewereld. Nou, en dan komen we eigenlijk natuurlijk op Pokémon Go. En ik heb Pokémon Go niet laten zien, expres niet. Maar ik heb de voorloper van Pokémon Go, Ingress, ook van Niantic, een afsplitsing van Google, laten zien. En dat is echt belangrijk. Laten we maar eens kijken, het is een science fiction, augmented reality game. Laten we eens kijken wat mensen daar allemaal van dromen. Ingress is a giant game of the capture the flag. Where you play a video game, but in real life. You actually have to go out into the real world to play the game. Ingress is not a game. The line between reality and a game and the story get blurred. This is the kind of thing that everybody's always wanted to do. Like, you bring video games into real life. You bring video games to real life. Ik denk dat je het echt moet spelen. De mechanica is overigens heel eenvoudig. Het zijn twee groepen, groen en blauw, die met elkaar spelen en eigenlijk op je telefoon al reizend publieke kunstwerken, standbeelden, herkenningspunten veroveren door ze te kleuren en daarmee in te sluiten en controle over het gebied te krijgen. De mechanica van het spel is niet zo belangrijk. Ik wil eventjes bijvoorbeeld voetballen, heeft ook een heel simpel mechanica. Een balletje en een netje en dan schiet ik en dan heb ik een doelpunt. Maar wat gebeurt er als ik dus met 22 mensen speel? Dan komt de strategie, dan komt de offside en dat gebeurt hier ook. En dan zie je wat die mensen dan uiteindelijk daarvan zeggen. Die zeggen dat it's not a game, it's a real life. The line between reality and games get blurred. Everybody wants it. Apparently, deze game kan je altijd spelen, always on, en brengt de digitale wereld en de reële wereld bij elkaar. En op dat moment is dus het bord verschoven van dat computerspel in die computer naar de wereld zelf. Maar wat gebeurt er nou als ik dat computerbord, dat spelbord, verleg naar de serieuze wereld? Naar de wereld van wetenschap of naar de wereld van patiënten of naar de wereld van... Wat gebeurt er dan? Laten we maar eens even kijken naar een goed voorbeeld van participatie, van een heel participerend spel wat gemaakt is door Game Offen en het heet Bounden. Ja, ik heb het hier op mijn telefoon en u kunt het met mij spelen. Het is niet veel meer eigenlijk dan dat je je vinger erop moet leggen en dat je dat patroon moet volgen. Maar wat je ziet is eigenlijk ook, de mechanica is heel simpel, maar het leidt tot fun. Mensen kunt er dus op het bewijs van in de kroeg of op het schoolplein mensen mee uitnodigen om iets met jou te doen. Het is een hele simpel spel en dergelijke, maar het is heel erg uitnodigend om te doen. En dat is eigenlijk mijn eerste pleidooi. Dat schoolplein, dat kan ook op je mobiele telefoon, maar beter gezegd, dat schoolplein, dat kan ook een serieuze wereld worden. En laten we daar nou eens kijken naar het volgende spel, en dat is Foldit. Dus wat je hier ziet, is eigenlijk dat het schoolplein, of het bord waarop wij spelen, is een puzzelgame. En dat puzzelgame, dat doet in dit geval het vouwen van proteïnen, om daarmee nieuwe medicijnen te maken. Dat is een expert systeem, dus wat je doet is je fout en dergelijke. Het zijn de wetenschappers die bepalen of de oplossing die jij geboden hebt goed is. Maar omdat er zoveel handjes aan het bed staan, kunnen zij dus veel meer doen dan die wetenschappers uiteindelijk konden. En beter gezegd, in 2010 is het eerste medicijn op basis van deze game ontwikkeld in een artikel van Nature. En zo zijn er een aantal meer, bijvoorbeeld Galaxy Zoo, waarbij we gaan kijken naar het klassificeren van de sterren, waarbij ook wetenschappers samen met vrijwilligers gaan kijken naar de hemel en dan klassificeren. En op die manier is er natuurlijk ook nog een heel ander mooi gebeurd. Daardoor wordt de wetenschap eigenlijk veel meer populairder en krijgen er steeds meer interesse in. Maar in dit geval heb je dus een heel erg mooi resultaat. Nou, dat is wat we noemen... Eigenlijk, het is niet veel anders dan een voetbalspel. Alleen hier gaat het voetballen over iets wat je interesseert. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je chemicus wil worden, of het kan bijvoorbeeld zijn dat je astronoom wil worden. En dat is eigenlijk waar we in dit geval een beetje naar kijken. Tweede voorbeeld wat ik wil geven is eigenlijk iets van Monster Valley heet het, en dat heet Brain Trainer. En daarin zie je, dit game is gemaakt voor de lagere school, waarbij je mensen hun geheugen laat trainen door verhalen te maken die feiten bij elkaar houden.
kunnen houden. He, dat is een manier om dingen te onthouden, is eigenlijk door daar verhalen van te maken en daar dan de feiten aan op te hangen. Dus kinderen die ontwikkeling, die moeite hebben met dat geheugen trainen, of bijvoorbeeld ouderen vandaag die met problemen zitten, die kunnen door dit spel te spelen dat trainen. Dus in dit geval zie je ook dat het heel motiverend werkt. Er zijn over het algemeen 3 redenen waarom mensen gamen. Dat is dat ik het goed kan. Hè. Ik kan het zelf doen. En ik kan me verwant te voelen. Ik kan het samen met iemand doen, maar ik kan me ook heel erg voor het onderwerp interesseren. En dat is een laatste voorbeeld wat ik nu wil geven. En dat is een spin-off van de Universiteit van Utrecht, van Eindhoven. Enjoin, erg blij, want daar ben ik zelf bij betrokken geweest. En het heette Nebula. Hier zie je dus in een ongedwongen omgeving kinderen die op het een of andere moment ongeluk hebben gehad, vergeten op dat moment dat ze dat ongeluk hebben gehad. En eigenlijk in een veilige omgeving proberen ze er weer uit en hun grenzen te verleggen en daarmee te rehabiliteren. En het mooie daarvan is dat dat gebeurt met dokters die meteen kijken naar hoe de ontwikkeling is, maar ook met familie en vriendjes. Nou, dan de allerlaatste slide die ik jullie wil laten zien is eigenlijk die van mijn promovendus Martijn Kors. En die heeft een VR-installation, dus 360 graden. In dat geval krijg je een bril op en een masker op en dergelijke. En die heeft een installatie gemaakt die je laat proeven of zien of horen, dat is eigenlijk wel mooi, hoe het is om als vluchteling van Zuid-Europa naar Noord-Europa achterin een truck, achterin een vrachtauto. Laten we maar even kijken. I had no choice. I had to find a safe haven, leaving everything behind me and flee this violence. I must have dozed off, and I'm still in this damn truck. When does this nightmare end? Everything hurts. Zoals je ziet, moet je helemaal in de huid van een vluchteling. En op een gegeven moment moet je adem inhouden ook, omdat je bijna ontdekt wordt. Je ruikt bijvoorbeeld citroenen en sinaasappels. En ja, je wordt dus op dit moment ondergedompeld, echt door die VR, die 3D-omgeving, om mee te maken hoe het is. Dus eigenlijk in dit geval, als je hoort wat de reacties van die kinderen zijn, dan is het een jongensboek of een meisjesboek. Het is zo ongelooflijk, die kinderen zijn op dat moment zo ondergedompeld en onder de indruk van wat het is. En dus mijn vraag, mijn stelling is ja, de wereld wordt beter door te gamen. En ik zou u daarom als laatste nog een keer willen vragen om te stemmen, zodat ik kan zien of mijn college invloed heeft gehad. Dus wie vindt aan de hand van deze voordracht dat de wereld er mogelijkerwijs beter uit kan gaan zien door te gamen? Nou, ik geloof dat ik een hele aardige score heb. Ik zie me nog maar 1 of 2 vingers niet overeind. Dus ik ben erg blij met deze uitkomst. APPLAUS